Ik ben nu bezig met de inspectie, met de voorjaarsinspectie van de dijken. En ik ga nu kijken van hoe de dijken de hoogwaterperiode doorstaan hebben. In die periode kunnen natuurlijk schades ontstaan zijn door het hoge water, maar ook door graverijen van wilde beesten, bijvoorbeeld konijnen, muskusratten, maar ook bevers. En ik kijk ook naar schades die veroorzaakt zijn door de mens of door honden. Ik leg al die schades digitaal vast en vervolgens gaan we die schades proberen zo snel mogelijk te herstellen. Ja, dat klopt. Ik zit inderdaad een beetje uit als een Robin Hood. Maar de pijl op mijn rug die gebruik ik om de schades goed te markeren, zodat de aannemer ze snel kan hervinden en ook makkelijk kan herstellen. En de andere apparaten gebruik ik natuurlijk om de schades op te sporen en ook vast te leggen. Het water trekt zich natuurlijk niks aan van de corona en de dijken moeten natuurlijk altijd in goede conditie blijven. Dus het werk moet gewoon doorgaan. Dus we blijven inspecteren. Het is fantastisch leuk werk. Niet doorvertellen.